In 1886 maakt Félicien Rops deze grandioze tekening Pêcheuse de Heist, of zoals in de literatuur vaak beschreven staat, Tijd de Zeelandaise. Hoewel hij bekend staat als de maker van bijtende, spottende, erotische tekeningen en printen, toont deze tekening hoe een ongelooflijk grandioze tekenaar hij wel was. Deze tekening schenkt hij aan zijn goede vriend Adolf Pop, een telg uit een Brugse textielfamilie, en die ook de toelating krijgt van Félicien Rops om er door Evelie enkele heliogravures van te laten maken voor vrienden en familie. Van zijn Brusselse uitgever Charles Vos krijgt Rops echter snel te horen dat diezelfde Pop er een lucratief handeltje van wilde maken door er veel meer afdrukken van te laten maken en te verkopen. Rops kan dit handeltje maar ternauwernood een halt toeroepen, vandaar ook de zeldzaamheid van de print. Maar alle aandacht moet natuurlijk gaan naar de fantastische tekening die altijd bewaard in de collectie van de Brusselse antiquaar Paul van der Perre na meer dan 60 jaar eindelijk nog eens het daglicht ziet.